In Zuid-Frankrijk is erg veel regen gevallen en een deel van die storing komt gelukkig in afgezwakte vorm onze kant op, met een zuidelijke stroming. Maar duur nog even voordat die regenstoring vanuit Frankrijk ons heeft bereikt. Aanvankelijk een paar opklaringen, niet al te veel, wolkenvelden hebben de overhand, maar dit regengebied trekt pas vanavond onze kant op, in de loop van de avond. Dus eerst droog met wolkenvelden, ook een beetje zon. En het wordt vanmiddag 11 tot 14 graden. De oostelijke wind neemt geleidelijk wat af. Maar is eerst nog wel matig tot vrij krachtig. Dit is dan aan het begin van de middag. Later op de dag neemt de wind wat verder af. In de loop van de avond, en vooral vannacht op de meeste plaatsen dan regen door die storing, als laatst in Groningen. Geen koude nacht, minimumtemperatuur 7 tot 10 graden. En de wind is zwak tot matig, nog steeds vanuit oostelijke richtingen. Dit weekend gaat de wind draaien naar het zuiden tot zuidoosten en wordt het zachter. Morgen 15 graden met opklaringen. Al in de ochtend breekt de zon door, in de middag ook nu en dan de zon. Zondag veel meer ruimte voor de zon en warm. In het zuiden loopt de temperatuur op tot 20 graden. Begin volgende week wordt het opnieuw wisselvallig. Af en toe een bui, ook dan droge momenten. Maandag wordt het nog een graad of 17. De dagen daarna levert de middagtemperatuur geleidelijk wat in.